wat we merken dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld, ze beginnen het nu een beetje te snappen, maar heel erg van creatieve processen kunnen leren. Ja. Dat is wat wij noemen de incubatiefase bijvoorbeeld. Het heeft geen zin. Je kunt niet altijd creatief zijn. Want bij het creatieve hoort zo'n fase dat je zegt, wij moeten nu even naar de kroeg en even stoppen. En dat is een heel creatief besef. Ja. En heel weinig bedrijven zeggen, jij moet eens even 2 dagen hier helemaal niet mee bezig zijn. Ja. Ja. Jij moet eens 2 dagen helemaal niet werken. Is meer stemmigheid. Dat dus de managers en mensen in bedrijven moeten leren van zichzelf en van elkaar dat je meerdere stemmen hebt. Het is in een vergadering buitengewoon creatief als iemand op een bepaald moment zijn emoties werkelijk durft te tonen. Het is ook soms vreselijk creatief als iemand verbanden kan leggen waar iedereen, terwijl iedereen in een emotie zit, iemand heel duidelijk verbanden legt. Volgens mij heeft dat idee met dat te maken. Dat is ook heel creatief. Maar dus dat je die meerstemmigheid nodig hebt voor creatieve processen, dat is steeds meer, en dat zie je in management en ook in hoe er tegen innovatie aangekeken wordt. Dus je haalt iemands werkwijze en energie en die haal je naar binnen. En als je alleen maar denkt, ik haal je alleen voor een product naar binnen, dan word je ook geïrriteerd. Want dan ga je irriteren aan het feit dat die precies, dat die andere tijden maakt, of dat die andere manier van samenwerken heeft, of dat je denkt dat, hè, dan ga jij projecteren wat volgens jouw idee dan weer creatief is. Maar als je denkt, ik denk ook dat creatieve mensen in de creatieve industrie in bedrijven heel veel kunnen leveren als ze hun manier van werken inbrengen. Ja.